Hi allemaal. Jullie hebben van de BSO een tasje gekregen met daarin allemaal dingen waar je leuke activiteiten mee kan doen. En daarin zit ook een schildersdoekje, zo'n canvasje. Ik ga jullie laten zien wat je daarmee kan maken. Hiervoor heb je nodig dat doekje, dat schildersdoekje, waterverf, zout en lijm. Doen jullie mee? Eerst maak je met je lijm een tekening op het schildersdoek. Ik dacht een bloemetje. En daar overheen strooi je zout. Zodat, en dat moet flink wat zout zijn hoor, want dat zout moet goed aan de lijm plakken. Als je dat gedaan hebt, dan schud je het te veel aan zout. Schud je er vanaf. En dan hou je dit over. Kunnen jullie dat zien? Nu gaan we met waterverf, moet je verf wel goed nat maken, op het zout. En dan gaan we kijken wat er gebeurt. Je moet niet wrijven met je kwastje, maar alleen maar het zout aanraken. Hoe meer water je gebruikt, hoe lichter je kleurtje wordt. En zo kan je de hele tekening versieren. Zo, mijn bloemetje is klaar. Ik heb er nog een paar extra bloemetjes en een bijtje bij getekend. Zoals je ziet kan je er heel veel leuke dingen mee doen. Ik zou zeggen heel veel plezier en tot het volgende filmpje. Doeg!